Nou, het allereerste wat je natuurlijk kunt zien is het totaal aftermen van bomen of struiken. Zoals hier hebben we coniferen die dat ook zijn afgestorven. Maar ook in wat slechtere conditie verkerende bomen dat die ook afsterven. En dat is vooral ook de berk. Heel veel berken hebben we dit jaar gezien die daar het loodje gelegd hebben. Ja, en daar kunnen we helaas ook aan allebei, zo gauw als het zover is, niks meer aan doen. Ten tweede kunnen we het hier ook heel goed zien aan de meidoorn. Deze meidoorn heeft last van vervroegde bladval. Er zitten nog heel weinig bladeren meer aan. Hij heeft nog een paar bladeren over om te zorgen dat zijn vruchten nu nog afrijpen. Dit komt ook bij heel veel andere bomen voor. En vooral het bladval is van belang om te zorgen dat er minder vocht verloren gaat. Want onderaan het blad zitten huidmondjes. En als die huidmondjes ademen, komt er ook vocht bij vrij. Dus door het blad af te storten, minder vochtverbruik, betere kans op overleven. Ten derde is het verbranden van het blad. Vooral de bladranden verbranden dan meestal. We kunnen het hier ook heel goed zien. De bladrand is verbrand. Het vocht gaat nog wel naar het blad toe. Hij gooit het blad dus nog niet weg. Maar gaat de rest van het blad, wat hij nog heeft, gebruiken om reservevoedsel te maken. Zodat hij volgend jaar weer met goede knoppen weer uit kan lopen. En ten vierde stopt natuurlijk ook, bij je gebrek aan vocht, de lengtegroei van de twijgen van de boom. We kunnen heel goed zien dat de boom hier, dit stukje, het voorjaar eigenlijk nog goed is begonnen omdat hij nog genoeg vocht van het jaar daarvoor had. Maar de twijgen van vorig jaar, dus 2019 was dit, 2018 was dit, dus heel erg klein, maar 2017 was zo'n stuk. Dus 2017 is een heel goed jaar geweest, 2018 was slecht, 2019 was minder en 2020, ja, wel goed te begonnen, maar hup, alles stilgezet, zodat je niet de volledige twijglengte kon krijgen die dat je dus normaal zou hebben.